hier vanavond in Leuven aan de bak moet. Sambazen. Tikje van de ene Marokkaan naar de andere Marokkaan was niet geweldig. Dus daar die maakte er wel nog iets van. De pas van Kandus was niet al te zuiver. Sagrada onder druk van Archie Brown. Het is wel een duel in het duel waar we met de nodige aandacht de focus op willen leggen. De eerste krachtmeting gewonnen door de Engelsman. De versnelling op links van Fernandes Pardo. En Gandelman was daar. En Gandelman scoort hij zo na. Nog geen minuut onderweg. En de Israëlische middenvelder zien dat een derde van hun doelpunten scoort uit standaard situaties. Eigenlijk is hun specialiteit hoekschoppen. Wat doen ze met zo'n korte hoekschop? De dummy. En dan een goede poging. En die gaat net naast Julien de Saar nog aangeraakt. Dus volgt er een hoekschop. Ingestudeerd nummertje aan de halve maan. Ja, als er één iemand een bal kan schilderen in een... De Spaanse Belg bereikt Hong. Kon opnieuw naar Sambazen. Verkiest toch voor te brengen. Vletings kopt weg in de voeten van Fernandes Pardo. Maar Thorsteinsson let er goed op. Goed lichaam gezet door Maartens. En een countermogelijkheid voor de thuisploeg. Maartens duurt lang voor hier iemand uitpikt. En uiteindelijk is het een simpele in de armen van Roef. Weggegleden ook bij het nemen van die voorzet. Er zat meer in voor Oha Leuven. Tissoudali. Aan de rand van het 16 meter gebied. Nu erin. Tariq Tissoudali. Ja, slapschotje. Maar derde doelpoging in 5 minuten tijd. Dit was ja, de minste van de drie. De andere twee waren aards en aards gevaarlijk. Zo is ook het derde duel van Argent in de Euro Playoff. Ja, erg dynamisch gestart en met veel kansen. Goede stil bij de thuisploeg. Dekspeler van Mes. Dat was Mikatadze, die door Ajax uitgeleend is. Ingwan Mes. Akimoto. Voorzet, belandt nog in de voeten van Maartens. Hij wordt goed geschaduwd door Watanabe. En dus kwam hij niet echt tot een schot. Kon hij hem alleen met de tip van de schoen over de achterlijn duwen. Uitstekende lange bal van Torunariga. Xingjian, ja, moet het weer afleggen. Tissoudali heeft Sambazen opgemerkt. Sambazen in de vlucht. Geweldige schot à la Valverde van Real Madrid. In de Champions League tegen Manchester City. En dan speelde Tissoudali even voor. En dat zegt alleen maar dat hij uitstekend keeperswerk levert. Deze uittrap. Ja, behoort ook tot die categorie. Thorsteinsson meegeven met Maartens. Maartens, dit wordt een grote kans. En de voorsprong voor Oha Leuven na 22 minuten. Gent was baas. Gent had alle kansen. Maar Gent niet na te scoren. En dat wordt nu afgestraft door de thuisploeg. Ook gefrustreerd, want zij hebben toch 3 goede kansen gekregen. En daar geen doelpunt uit kunnen putten. En OHL heeft eigenlijk maar 1 echte kans nodig. En is dus een toonbeeld van efficiëntie. Het is Banzuzi die hem binnenhoudt met de kop, die uittrap tot bij Maartens. 1-2 opgezet. En dan is het Overhoeks perfect afgewerkt. Halverwege deze eerste periode. Soms. Dus tegen Westerlo. Maartens zet de Saar uitstekend van de bal. Links-rechts bewegen. En de eerste gele kaart uit deze wedstrijd is voor Ismaël Kandous. Hier donder schepping, niks mis mee en dan een links-rechts beweging was het. Ik kan het ook kroket aan noemen, maar daarvoor. De snelheid op weg. Dit is slecht uittrappen van Leijsen. En dan Fernandes Pardo in 2 tijden. Misschien ja. De bordjes gelijk gezet. Nog geen 2 minuten na de voorsprong van OHL. En Tobe Leijsen kan zich dit doelpunt toch aanwrijven. Vandaar ook de vloeken bij de Limburgse keeper.
Slechte uitrap. Niet de eerste keer dat hem dat overkomt. Met die hoofdblessure niet te veel koppijn te voelen. Want hier was hij erg fris van geest. De eerste keer trapt hij nog op de doelman. Maar dan is Watanabe gehaald bij de VK. Kortrijk dat dus de play-down speelt. Tissoudali haalt die bal. Tissoudali achteruit getrokken. Fernandes Pardo tegen de lat. Het stond bijna 1-2. En bijna ook zijn tweede doelpunt. Omdat hij zijn Riga voor de neus van Mazis. Zuzi staat er weer tussen. Het is opnieuw 11 tegen 11. Bal voor die Schrijvers. Sagrado herstelt dat. Gamperman staat stevig op de been. Slimmigheidje van de Saar. Hong voortdurend in beweging tussen de linies. Je houdt hem toch moeilijk tegen. Kandous dacht even aan aanleggen. Kiest toch voor de voetballende oplossing. De voorzet van Samwaze. En dan Gamperman weer in een kansrijke positie. Hij wil een penalty, maar dat leek me wel erg optimistisch. Ondertussen zijn we weer aan het counteren geslagen met de thuisploeg. Thorsteinsson. Kies niet te passen. Goede kap wel. En dan is dit schotje poging tot Schrijvers wel mee uitkijken. Want als je dat wat langer volhoudt, dan kan de bal wel op de stip. Hier is Sibi Schrijvers. En aan de rechthoek van de Gantoise. Weggekopt door Kandous. Akimoto vindt Thorsteinsson. We vervelen ons geen seconde. Thorsteinsson schot afgeblokt. Nou posten de Maartens in de draai. Geweldige goal. Als een volledige spits. Dit is eigenlijk een doelpunt dat je van een Kevin Denk verwacht. Maar het is niet een speler van het huidige cirkel, maar wel een bal voorbij een keeper kan krijgen. Helemaal niet evident. Dit was ook al een doelpoging van Thorsteinsson. Hij zal er een assist voor krijgen, niet bedoeld. En dan Watanabe, ook niet de minste verdediger die het daar lastig heeft. Ook wel logisch en terecht. Wel een vrije trap. Dus in de slotminuut met Youssef Mazis achter de bal. Die bal ging wel richting het doel. Proef weer in niemandsland. Twijfelen. Voilà. Michiel Allaerts heeft er een einde aan gemaakt. We gaan rusten. De geelhipten zetten wel goed druk, maar het levert niet te veel op. Nu wel een inworp. De Saar, mooi. Bedoeld voor Tissoudali. Russo houdt hem in de tweede helft iets beter in bedwang. Tissoudali, heerlijk. En dan Fernandes Pardo, die niet kan besluiten. Uiteindelijk doet Matisse Samwaze dat wel met zijn mindere linker. Recht op lijzen. Eerste gekadreerde doelpoging. Heel wat gezakt in vergelijking met de eerste helft. Brown, de voorzet. Early cross. Bereikt de andere flankverdediger, Samwaze. Afgehaakt Tissoudali. Kan naar Hong. Maar Tissoudali probeert iets te forceren. Dat was een verkeerde keuze. Wegleiden Kandous. Maartens bereikt zo makkelijk Thorsteinsson. Manzuzi heeft de ruimte aan de overkant, maar de IJslander zoekt het in het centrum. Nu wel richting Ezekiel Banzuzi. De Nederlander in de box. Banzuzi! Net te trillen, maar hij trapte echt wel anderhalve meter naast. Nog net in het zijnet. Team Schrijvers loopt het van zich af. Kentomi Sal dacht even aan een zondagspoging, maar kan ook voetballen. En daar was Akimoto. Mooie aanval over de rechterkant, waar Moa Leuven in de tweede helft al een paar keer doorheen is gefietst. Via een bedrijvige Sagrado. Die legde gepast terug. Brouw Broenes kon er niks mee aanvangen, maar de gevolgde Akimoto in één tijd op de slof genomen. Niet tussen de palen. Het eerste echte moment van groot doelgevaar vanwege de Leuvenaren, maar die voetballen wel al heel de tweede helft goed mee met de agent. En de agent komt een pakje minder tot kansen dan in de eerste periode. Niet meteen iets, krijgt misschien een herkansing. Nee, want Samwaze durfde dat duel niet aan. Thorsteinsson kan naar Jonathan Brouwbroenes. Als hij dat heeft gezien, ik denk dat de Noor buitenspel staat. Hij lift hem wel heerlijk in doel. Maar ja, ik dacht aan offside. De lijnrechter
houdt de vlag beneden. Dan is het gewoon een geweldige goal. Op de tegenstoot, op de counter. Wat beslissen ze in Tubize? Offside. Ja, dan hadden we het goed gezien. We zaten ook wel recht. Gent en KV Mechelen. De dinsdag erop moet Gent op bezoek bij STVV, de nummer 3. Dus het interesse in deze tweede play-off zal alleen maar groeien. Kerkens. Samaas in één tijd. Goed voorgebracht. Daar is Fernandes Parro. Maar een geweldige reflex nog van Leijsen. Ja, het is in zijn hoek waar hij al stond. Maar zo gemakkelijk is dat niet om die bal dan met één arm over het doel te slaan. Fernandes Parro bijna met de 2-2. Nog 2 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Maar ik denk dat er wel nog een vijftal minuten bij komen. De hoekschop van Hong. Weggehaald door Brouw Broenes. Opgeraapt door opnieuw de laatste man. Bij hoekschoppen in het voordeel. Van de Gantwaze Sam Waas. Hong durft niet meteen voor te brengen. Watanabe is de laatste man nu. Kums. Voorzet. Tegengehouden door Nsingi. Brouw Broenes, nee. Watanabe. Niet de meest gecontroleerde pas achteraan. Roef opnieuw tot bij de Japan. Die kan gewoon doordraaien. Dat is een metersmaak. Ah, listig balletje. Fernandes Parro nu wel de 2-2. Hij legt hem op het dak van het doel. Ai, waarom moet je daar stiften? Waarom ga je niet gewoon voor een simpel balletje naast de keeper? Iedereen recht op de banken. Applaus vanwege de 12e man van Noah Leuven. Ze winnen. Ze overleven. Ze hebben het gehaald. 2-1 gewonnen dus van Agen.